Het is de hoogste tijd om jullie alvast een klein beetje op te warmen voor de bar weinig E3-periode. En daarom heb ik een leuk werkstukje gemaakt over de allereerste E3 ooit. Ik heb ooit al wel een keertje een beetje de history of de E3 uh, beschreven, maar dit, 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 dit gaat echt, dit spit zich toe op die allereerste E3. Want ik denk dat die allereerste E3 ook meteen laat zien. Wat de potentie was, het laat ook meteen zien wat de problemen waren en het laat ook meteen zien waarom het vandaag de dag eigenlijk niet meer werkt, helaas. Want um, het zijn de mooiste periodes geweest in mijn werkende leven. Ik heb natuurlijk wel privé wel allerlei andere toffe shit gedaan, maar als je het hebt over werk, de bezoeken. Aan de E3 en met name die persconferenties. en het, het gevoel om. zeker in de eerste jaren. iets te zien. wat niemand anders op de aardbol nog had kunnen zien. en dat ook voorlopig niet wist, want er was nog geen social media. internet was nog niet zo snel. jij wist het alleen. en jij ging in dat vliegtuigje terug naar Amsterdam. met in jouw hoofd. al, dat mooie, uh, al die mooie herinneringen. die je had aan die speelsessie. met die games die iedereen wilde spelen. maar. Daadwerkelijk nog niemand uh, had gespeeld. Magische periode. En helaas denk ik dat we kunnen stellen dat dat niet meer gaat terugkomen. Vandaar ook dat we dit jaar bar weinig E3 gaan doen. Want dat wat er is. En dat gaat ook heel erg vet worden. Want ik denk dat Sony een banger gaat neerzetten. En ik denk dat Microsoft ook met een banger moet komen. Um, en Summer Game Fest ziet er ook best wel tof uit. Twee uur lang. Meerdere world premieres, grote titels. Uh, we gaan toch echt wel weer genoeg zien om als gamer heel erg blij van te gaan worden. Maar we gaan terug naar die allereerste E3. 11 tot 13 mei werd die gehouden, 1995, in de Convention Center in LA. Jongens, ik heb het even lopen tellen. Ik weet, ik ben er af en toe niet zo goed in, maar. Bij mijn weten was het 28 uh, jaar geleden. Uh, dit item wordt nu geschakeld door een stagiair... die toen nog niet eens in de planning zat. Kun je nagaan, dit is echt way, way, way back. Um, ik ben er zelf niet geweest. Volgens mij werkte ik al wel bij Power Unlimited. En ik denk niet dat er één iemand van ons toen is geweest. Maar de week misschien was het alleen de hoofdredacteur die erheen ging. Maar het sloeg meteen al in als een bom. En ik ga vertellen straks... Verderop in het item. Waarom dit meteen al in, 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 uh, als een bom insloeg. Omdat er iets gebeurde op dat evenement. Wat ook meteen de E3 meteen bam op de kaart heeft gezet. En eigenlijk probeerde iedereen dat te doen. Wat er op dat evenement was gebeurd. Maar was het dan ook het allereerste game evenement van die magnitude? Nee, dat was het zeker niet. Want in de jaren ervoor was er wel degelijk een soort van verzamel evenement. Waarin de industrie... Uh, gezamenlijk hun nieuwe games liet zien en waarbij waar ze gezamenlijk zeg maar, de taak op zich hadden uh, genomen om aan te tonen dat videogames iets was om serieus te nemen. En dat deden ze eigenlijk altijd uh, tijdens de Consumer Electronic Show. Dat bestaat ook nog steeds. De CES in Las Vegas. Uh, een grote show met Consumer Electronics. Dat betekent van broodijzers tot televisies tot... Monitoren, muizen, radio, whatever. Alles stond daar. En dan hadden ze altijd een hele grote tent buiten. En daar zaten de games in. Uh, nu weet ik nog wel van die tijd. dat uh, onder journalisten. was de CES altijd fucking populair. Daar wilde je naartoe. Niet zozeer vanwege het werk. maar twee dingen: fucking Las Vegas, gambling. En tegelijkertijd met de CES werd ook altijd aanpalend, en dat klinkt heel erg raar als, ik, als je weet waar ik het over heb, de grote pornobeurs gehouden. En alle pornoactrices en pornoacteurs die waren daar, de nieuwste films, er werden de Oscars uitgereikt. En je kon daar eigenlijk ook dan gratis naar binnen als je bij de CES was. Dus al die gamesjournalisten, die zaten dus de hele dag bij de pornobeurs. Willen ze natuurlijk nooit toegeven. In ieder geval, de gamesindustrie had zoiets van tof, maar. Ze hadden toch niet helemaal het gevoel dat het 100% serieus werd genomen. Hè? Ik bedoel, de CES draaide on Consumer Electronics. En leuk dat er ook af en toe een videoconsole was. Hè, van de Atari of de Commodore. En dat er videogames werd gemaakt. Maar. Dat was toch wel een beetje nerdbusiness. Weet je. Dus echt volwassen of voor volwassen werden ze niet aangezien. En dat begon de industrie een klein beetje te irriteren. En um, ik denk dat het te danken is aan twee mensen. Uh, Pat Farrell. Pat Farrell is van GamePro. Dat was op dat moment een vrij grote media-outlet uh, in Amerika. En dan heb je nog Tom Kalinski En hij uh, was de baas van Sega America. En die hadden samen zoiets van: oké, okay, maar kunnen we niet iets zelf op gaan zetten? Iets wat draait om games... waarin games de boventoon voeren. En niet die fucking CNS laat staan. De pornobeurs of Las Vegas. Want dat bleef altijd wel een probleem hoor. Uh, heel veel mensen hebben altijd zich altijd afgevraagd... waarom is de beurs niet naar Las Vegas gegaan... als fucking Los Angeles altijd zo'n probleem was. Want dat was het wel. De convention center was duur. Het was oud, et cetera, et cetera. Nou, er is één reden voor. Las Vegas is te leuk. Je wilt die mensen binnenhouden. Uh, er zijn te veel dingen te doen in Las Vegas te dichtbij om um, de journalisten en de media en de retail gefocust te houden op die games. Natuurlijk, er zijn ook feesten, er zijn uh, uh, in de avond in LA. Maar LA is niet zoiets dat je uit de convention center gaat en dan aan de overkant denkt, oké, okay, dan ga ik daar eens gamblen. Je zit in de fucking uh, 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 eigenlijk naast uh, uh, dat waar je altijd die die, die, die wolkenkrabben ziet. Dus downtown, weet je, en dat is s'avonds avonds echt niet leuk om rond te lopen. Um, L.A. was de perfecte plek. En um, daarom wilden ze daar iets gaan opzetten. En nou, da daar werd een plan voor gemaakt. En eigenlijk zag je toen al een beetje wat vandaag de dag een van de oorzaken is waarom de, uh, de E3 niet meer werkt. En dat is ook een beetje dat al die verschillende partijen, die purposes, allemaal weer andere bewegingen hebben, andere motivaties om mee te doen. En er is nooit echt een gezamenlijke agenda. Die was er in het begin wel, omdat videogames werd nog steeds gezien als iets, als iets minderwaardigs. Uh, maar dat is vandaag de dag al lang niet meer zo. Dus ze hebben elkaar niet nodig. En wat je toen zag is dat eigenlijk alle nieuwe. In die tijd was dat nieuw. Nieuwe bedrijven als de Activisions en de, de Sega's en de Electronic Arts en al dat soort bedrijven. Die vonden het heel erg tof. Die stonden achter het idee. En er waren twee partijen die dat niet uh, waren. Dat waren Microsoft, maar die zat niet in echt heel hardcore in gaming nog en Nintendo en Nintendo heeft altijd een hele rare verhouding met de E3 gehad. Ze hebben altijd het wel omarmd. Ze zijn ook eigenlijk als, als je het hebt over de grote drie het langst trouw geweest aan de E3. Maar Nintendo heeft ook altijd iets van voor ons zijn die hardcore gamers is belangrijk. Maar voor ons is ja wij maken iets voor het hele gezin, mainstream voor. De family. Um, ik wil niet zeggen speelgoed, maar zij zijn minder geeky als een Sony en een, en, een, en een Xbox nu. Maar ook al de Electronic Arts, die toch vooral de E3 zien als daar is de focus. Daar kunnen we de hardcore gamer pakken. Nintendo had zoiets van: hé, hey, maar die CES-man, daar lopen ook volwassenen rond. Daar lopen ook mainstream media rond. Uh, daar wil ik zijn. Dus die hebben eigenlijk heel lang vastgehouden aan toch bij de CES blijven. Nou, uiteindelijk. Is uh, de CES heeft, heeft uh, de handdoek in de ring geworpen. Toen bleek dat bijna niemand meer wilde komen. Die zijn ermee gestopt. En dus in 1995 is daar de allereerste E3 geweest. En uh, ik heb even. Dan moet ik even kijken hoor. Uh, ik heb weer wat beelden gevonden. Want wij zijn er zelf niet geweest. En uh, hier moet ik dan even de dank netjes uh, geven aan uh, Neo Gamer. Want hij heeft uh, uit zijn archief dit beeld. Uh, uh, ja, op beeld gezet. Het is natuurlijk gewoon vrij knullig beeld. 1995. En dit was de E3 in die tijd. De Saturn versus uh, de PlayStation versus uh, Nintendo. Kwam volgens mij met een, uh, de, de Virtual Boy. Um, en je zag eigenlijk meteen al. Ja, als ik dit zie, Ik herken dit meteen weer. Het was de West Hall, de South Hall. Daartussenin business rooms. Uh, een leuk verhaal is nog dat uh, Nintendo wilde eigenlijk bij alle andere partijen staan. Gewoon in één hal. Uh, maar de South Hall was eigenlijk al door Sony uh, vrijwel volledig geclaimd... met een aantal andere partijen uh, en, en Sega, want die kwam met de Saturn... En Nintendo kon eigenlijk alleen maar naar de West Hall toe en die hadden zoiets van ja, fuck man, dan sta ik helemaal alleen. En iedereen gaat dan de andere kant op. Uh, wat dan? Nou, wat hebben ze toen gedaan de organisatie? Die hebben eigenlijk de entree en waar je moet registreren en waar je naar binnen komt. En je je tas kan afgeven en al dat soort dingen. Dat hebben ze bij de West Hall gezet. Zodat je altijd langs de Nintendo Booth kan komen. Nou, dat is slim. Ik zit hier even te kijken. Ook de entree, de Booth, Babe. In 1995 kon dit nog volledig hier. Schaamde niemand zich voor. Uh, dit vond niemand een probleem. Um, logisch, ja, het klinkt heel flauw. Het was 90% mannen wat erop afkwam. En uh, wat vinden mannen leuk op dat moment? Ja, het zijn allemaal van die dingen die vandaag nog heel gevoelig liggen. Maar videogames vinden ze leuk. Techniek vinden ze leuk. En aan mooie vrouwen kijken vinden ze leuk. Dus ja, als je dat bij elkaar koppelt... dan heb je attractie op je stand. Maar ook dus altijd die stands in karakter van de game. En um, als ik die beelden zie... en ik scroll er gewoon nu even een klein beetje doorheen hoor. Um, nou, hier is die al jongens, de Playstation. Daar ga ik straks over vertellen. Um, dan zie je ook gewoon... het heeft ook een bepaalde knulligheid. Maar ook weer zoiets van... Dit was wel de E3 zoals ik hem herkende. Um, in de gloriedagen, en die liggen dan een beetje zo rond 2000, um, dan had elke stand was helemaal gebouwd volgens de game. Dit is volgens mij Mortal Kombat. Um, en om de zoveel tijd waren er inderdaad van dit soort shows die je dan weer kon gaan filmen. En um, mannen stonden te kijken naar dit. Ja, je kan het zeggen van, goh, wat is dit ontzettend knullig. Maar het enige wat ze wilden was gewoon een soort van feel-good bouwen rondom een game. En het werkte, want wij als journalisten... wij zijn ook allemaal gamers, wij waren ook allemaal geeks. En uh, wij gingen hier net zo zeer in om. Wij hadden het idee op de E3 dat we in een soort van... alles draaide om ons. En uh, wij zaten helemaal in die Mortal Kombat-sfeer. En dus waren we ook dubbel zo psyched over die game... Als zoals het nu gaat, dat ik bijvoorbeeld een code krijg van de nieuwe Mortal Kombat. en dat ik hem thuis uh, op mijn, uh, op mijn uh, werkkamer kan gaan spelen. Het is toch een hele andere setting dan hier. met al die lawaai eromheen. En, en de goodies die je krijgt. en whatever. Je werd hier gewoon blij van. En als je blij bent, dan schrijf je positieve verhalen. Zo simpel is het eigenlijk. En. Um, ja, dat nou, is een heel groot. Oh, Doom is dit dan inderdaad. ook nog. ook weer een hele show erbij. Heel Hollywood liep leeg, wat dat betreft. Uh, ik weet niet, ik weet niet of het, van welke uitgever dit is. Zou dit dan Acclaim zijn? Maar ik, ja, goed, ik weet het niet. Comics, Zone. Dit was een beetje de E3 zoals ik hem uh, herkende. Ik heb nog een leuk filmpje weten te vinden. Uh, en uh, daar heb ik het geluid even bij gezet. Want daar kakelt iemand voorheen. Ja, Acclaim. Grote studio in die tijd. Bestaat helemaal niet meer. Uh, Judge Dread was blijkbaar ook een game. Sega gigantische stand op dat moment. Um, totaal niet meer in vergelijking met wat het natuurlijk vandaag de dag is. Ik moet hem natuurlijk even groot scherm maken. Um, ja, weet je wel, oude monitor nog een leuk verhaal ook. Ik bedoel. Ik vind het leuk om anekdotes te vertellen. Is in die eerste jaren dat wij gingen, uh, moesten we natuurlijk terugkomen met een verhaal over die games. Dat was die, die, die praatjes die wij hielden met die Mike ertussen, weet je wel, met Jan en Boris en Steven. Maar we moesten er ook beeld bij hebben. En wat deden wij? Wij captureden gewoon rechtstreeks vanaf scherm. Wij hadden een bepaalde methode gevonden waardoor je niet een soort van zebrapad zag. Want dat, dat heb je vaak als je filmt van scherm. Uh, dat, ik ben niet zo technisch, maar je moet een bepaalde manier daarvoor vinden. En ik weet nog, er waren altijd twee man mee. En in mijn beleving waren dat vaak Rogier en Melle. Die de hele E3 lang niks anders deden dan al die stands afgaan camera ervoor zetten, de richter erop. Eén iemand ging dan zo'n beetje zijdelings lopen spelen... zodat hij over de schouder gefilmd kon worden. En verder rest moet je ervoor zorgen dat niet een of andere knurft... ertussen ging staan voor je belt. En dan moest je gewoon 10 minuten beeld opnemen. Tegenwoordig krijg je natuurlijk gewoon b-roll mee. Het wordt naar je toegestuurd. Er zijn pers-agencies waar je het uh, kan downloaden allemaal. Maar het was echt insane veel werk om een goede coverage te maken... Toen nog tijd voor televisie, natuurlijk voor Gamecube op televisie. Uh, het was drie dagen lang echt je helemaal de pleurs werken om alles binnen te krijgen. Maar het is altijd iets geweest wat we leuk vonden. En ja, je ziet het gewoon: oude games, uh, dingen die je kon doen. Ook hier weer bepaalde shows uh, om maar uh, de aandacht te trekken. Nou, het, het ziet hier een stuk minder druk uit. Uiteindelijk zijn er 50.000 binnengekomen. En volgens de organisatoren. Eigenlijk ook nog 10.000 extra omdat mensen zich naar binnen wisten te weezelen. En dat was eigenlijk ook altijd heel makkelijk. Ik bedoel, mensen zeiden: al, je moet een businesscard, je moet dit en je moet dat. En Als je gewoon kwam aankakken en je had maar iets van een businesscard. Uh, dan kwam je doorgaans wel naar, naar binnen. Logisch ook. Want de ESA, de organisatie, werd afgerekend op het hoeveelheid aan journalisten die binnen was. Zeker in de begindagen. dus. Um, dat was dus de beurs. Het was best groot. En het liet eigenlijk al zien de impact die het kon hebben. Fucking hell, zelfs hier al virtual reality, jongens. In 1995, virtual reality, die vfx One. Ik wil niet weten hoe dat er in die tijd uitziet. Waarschijnlijk was ik daar echt binnen één seconde kotsmisselijk van geworden. Um, het was een beurs vol met... Uh, ja, die echt draaide om gaming. En het sloeg in als een bom. Ook in die tijd bij Power Limited, dat weet ik nog wel. Want volgend jaar daarna zijn we wel uh, geweest. En die beurs die liet eigenlijk ook een heel ander be belangrijk ding zien. En dat was: uh, het was niet alleen het uithangbordje voor gaming, gaming werd het middelpunt van de wereld in juni. Uh, iets waar we nu nog steeds aan proberen vast te houden hè, met bar weinig E3. Uh, maar het kon je merk ook maken en breken. De E3 was dermate belangrijk voor de gamesindustrie. De ...journalistiek, de media... ...zat er zo bovenop dat... ...dat wat daar gebeurde essentieel was... ...voor het succes van jouw... ...platform of game. Dat is... ...de laatste jaren was dat al lang niet meer zo. Uh, consoles werden daar niet... ...echt meer... ja ...ze werden wel gelaunched, maar dat deden ze... ...dan in hun eigen settingje. Uh, dat gebeurde met een traject... ...van meerdere maanden. Uh, er kon wel wat minder... ...misgaan en... Alhoewel de Xbox One uh, launch uh, die we in de piepshow hebben laten zien. toch nog wel laat zien dat het nog wel degelijk helemaal fout kan gaan. Uh, ik denk ook dat de industrie steeds meer leerde ervan. Dat ze wisten van wat moet je wel brengen en wat moet je niet brengen. Waar kun je jezelf zwak mee opstellen, waar niet. In die tijd werden er gewoon nog Alfa's neergezet. Maakt allemaal niet uit dat die shit buggy was, jongen. Die, die media, die, uh, die wisten wel mee om te gaan. Vandaag de dag is dat werkelijk waar ondenkbaar. Eén screenshot, één TikTok, één social media post van een game die niet loopt. Of crasht tijdens de E3. En je hebt gewoon een groot probleem. Hier is dat begonnen. Hier is dat namelijk ontstaan. En daarvoor ga ik je even een filmpje laten zien. Als ik die tenminste kan vinden. En dan zal je altijd zien dat ik die... Nu eventjes, toch nog eventjes naar voren moet halen. Maar dat ga ik dan gewoon nu doen. Um, ik zet hem even stop. Dit is namelijk. Ik heb het je net al gezegd. PlayStation stond er. Sega stond er. Nintendo. Nintendo had de Virtual Boy. Die zaten een beetje in. Uh, van de SNES naar volgens mij de N64. Die, die fase. Die kwamen dan met de Virtual Boy. Dat was niet zo'n fucking groot nieuws. Nintendo deed zijn ding allemaal wel. Maar zowel PlayStation. als Sega kwamen met hun nieuwe console: de Saturn. En de PlayStation. En PlayStation was nog lang niet dat merk wat het vandaag de dag was. Het was absoluut een groot merk. Het was, het, 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 de verwachtingen waren absoluut hoog gespannen. Uh, maar Sega had natuurlijk al meer gedaan en dat was een volwaardig merk. En uh, zij kwamen met een persconferentie. Ze lieten games zien. Mensen waren onderin, onder de indruk, waren tof. En uh, ze eindigden met uh, wat uh, die console moest kopen. En iedereen was eigenlijk gewoon tevreden en happy en zei van nou, dat, dat gaat wel eens heel erg leuk worden, die Saturn. Vertrouwen in de industrie vanuit die, voor die Saturn was ook groot. Sony was een nieuwkomer, Saturn was wat dat betreft uh, old school. Dus uh, partij wilde daar zeker games van maken. En toen kwam dus de befaamde persconferentie van Playstation. Ik heb het hier in het verleden wel eens eerder over gehad. En uh, het is 51 seconden, ik ga het gewoon even helemaal integraal laten zien. Oh, wacht, ik heb het geluid zelf uitgezet. Dat moet ik niet doen. Laat ik het nog even overnieuw. Gaan we met geluid doen? Ik, ik kan hem hier wel, wel stoppen, want uh, uh, dit was het verhaal. De baas van Playstation kwam naar voren, of, of, of de baas was, of de show, COO, whatever. Iemand kwam naar voren en die zei gewoon de prijs van de Playstation, en die was 100 euro goedkoper dan de Saturn. It was done. De Saturn was vanaf dat moment eigenlijk gewoon doomed. En dat laat weer zien dat de E3, het kan je maken, het kan je breken, en Eventjes, gewoon je game. We zetten het gewoon neer. We gaan er niet doen. Dat is uit en boze. Hier gaan hele lange vergaderingen aan voorafgaan. Hier wordt gekeken waar kan ik de tegenstander pijn doen? Wat is zijn pijnpunt en waar kan dat niet? En Sony snapte dit als geen ander. We kunnen als nieuwkomer niet opboksen, misschien tegen de power van de games die de Saturn al heeft. Of zeker al heeft. Hè? De, de, de brand awareness. Wat we wel kunnen doen. Is gewoon de prijs er gewoon onder gaan zitten. En vergelijkbaar materiaal leveren. En dan gaat de consument. Die gaat vanzelf al mee. De media die gingen massaal over berichten. Dat werd opgepikt door de gamers. En zie waar Playstation nu staat. En dan rechtlijnig nu naar 2023. Playstation Showcase. Die is inmiddels al geweest. Als je dit item hebt gezien. Um, ook daar is ongelooflijk veel vergadering. Planning. ...nadenken Aan voorgaan. Je doet dit niet zomaar. Je kunt namelijk fucking de bietenbrug op gaan. Microsoft is de Bietenbrug opgegaan door games te beloven vorig jaar, die dit jaar niet zijn uitgekomen. En je ziet het, het slaat je keihard weer terug, vol in je, in je plaat. Um, PlayStation heeft twee jaar lang geen showcase gedaan. Doet het nu wel. Daar is een reden voor. Het is ongelooflijk belangrijk om je marketing top kwaliteit uh, te bezorgen. En uh, op de E3 zijn gewoon te veel uh, mogelijkheden waarop dingen fout kunnen gaan. Denk aan live presentaties waar live gegamed wordt. Levensgevaarlijk, hebben we al gezien. Uh, bijvoorbeeld SN Secret waarbij de controle geen connectie maakte met de game. Of de game lekt aan alle kanten. Je game is meteen, die staat meteen alweer 2, 2 of 3-0 achter. Uh, journalisten kunnen. Klootviolen met iets, of ze kunnen opeens onder het schermpje onder, on, on, ja, onder de monitor kijken en zien dat daar een PC staat in plaats van een beloofde PlayStation 5 of een Xbox. Te veel onzekerheden. En die onzekere factoren, factoren, daar is marketing en het management allergisch voor. En dat is een van de redenen. Afgezien van het feit dat je tegenwoordig allemaal rechtstreeks met beta's en demos uh, je de. Uh, de gamer kunt pakken, dat je daarmee de spotlights ook alleen op jezelf kan uh, lichten. Daarmee zijn dit soort grote evenementen helaas verleden tijd. De Gamescom komt nog wel, uh, maar ook die hebben het gewoon hartstikke moeilijk. Um, ja, desalniettemin, um, wij gaan gewoon een groot feestje maken. Bar, weinig E3. Eigenlijk gaan we maandag al beginnen, aankomende maandag, uh, met uh, brievenmaandag, met een drietje erin, E3. Uh, we gaan heel veel leuke dingen doen rond de E3. De persconferentie ga je natuurlijk allemaal bij ons zien. We hebben een heel leuk thema gemaakt. We gaan andere dingen doen. De uh, wall is er gewoon weer. Uh, nostalgie gaat er langs komen. We gaan heel veel vette shit doen, omdat wij weten dat jullie thuis de E3 ook hebben meegemaakt. Jullie vonden dat altijd hartstikke leuk. Dat moment in juni en dat laten we ons niet zomaar afpakken. En er is genoeg om over te praten, gelukkig maar. Um, dus blijf ons daarvoor volgen en uh, support ons als premium baas. Want dan krijg je heel veel extra bar weinig E3-content. Ja.